Tja, wat gaat Joke weer eten? Nou, het is nog steeds net weer bij deze. Het gaat er wel op lijken qua kleur, maar ik maak gewoon een pan groente kippensoep. Maar dan gebonden. Ik neem hier 4 van die kippenboutjes. Ik heb gewoon uit gevroren toestanden. Soepgroenten, 4 zakjes, kosten 49 cent bij de Aldi. Dus dan heb ik voor 2 euro aan groenten. Nou, een hele grote pan hoor. Daar doe ik een beetje bij peterselie. 2 flinke handen, die heb ik wel. Vermicelli. Bouillonkruiden. Bekering gedaan. Dinte. Jij. En curcuma. Dat is heel goed voor je denkvermogen. Dus sowieso. En die had ik gisteren bij de... Nee, we hadden van de week bij de Aldi gekocht. Dus een kruiden, een beetje erbij. Nou, dat zien jullie. En dan gaat de kip erbij. Nou, dan zien jullie 3 kippen. En dan later, als het allemaal... En toch heb ik het niet zo lang nodig. Want als het eenmaal gaar is, de kippen, dan hoeft geen uren. Dan is het klaar. Het is nu ongeveer 5 uur. Dus dan moet je denken... half 6 klaar. Ik doe er even nog een half zakje aardappelpuree bij. Dan roer ik even goed erbij. Want aardappelpuree, dat gaat ook natuurlijk krimpen. Dat begrijpen jullie wel. Nou, dat ga ik dus nu opzetten. Ik doe er even nog een half zakje aardappelpuree bij. Dan roer ik even goed erbij. Want aardappelpuree, dat gaat ook natuurlijk krimpen. Dat begrijpen jullie wel. Nou, dat ga ik dus nu opzetten. Jullie mijn kippensoep, die moet ik ga ik binden en dat is met deze tomato ding. En hier heb ik de rest van het vlees van de kip eruit gehaald, fijn gemaakt en die moet er straks gewoon in. Die kip bij deze overheerlijke soep die ik nog even moet blenderen. Nou. Ja, ik had het ook nu 2 handen. Je ziet dat het helemaal compact is. Ja. Kijk jongens, zie je? Oh, heerlijk. Nou, zeg, gaat die kippensoep erin. Nou, de blender eruit. Nou, dan heb ik natuurlijk, ja, even die vork om even te laten zien. Kijk, er zitten allemaal kippenstukjes in. De rest is allemaal heel fijn gemaakt. He, je ziet een hele pan soep heb ik ervoor. Nou, ziet dat er niet lekker uit, jongens? Heerlijk, zo'n pan soep. Nou, voor mij ook natuurlijk. En dan gaan we naar bed. Ja, ik heb het pas heel laat klaargemaakt. Dus, nou ja, ik moest het af laten koelen. Bon appetit van de heerlijke soep. En Mie. En Rinus natuurlijk.